Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we kijken naar een hele speciale partij in een heel speciaal toernooi. We gaan kijken naar de partij tussen Eline Roemers en Magdalt van Forest. En zij speelde in de Hogeveen Open 2024, of om specifieker te zijn, in de 4-player Crown Group. Een poeltje waarin dus Eline Roemers en Magdalt van Forest spelen, maar ook Alexandra Kostenjoek en Maria Muzychuk. En dat zijn twee voormalig wereldkampioenen, beide vrouwen. In 6 rondes nemen ze tegen elkaar op. Iedereen speelt 2 keer tegen elkaar. Heel bijzonder toernooi. Ik ga er meer video's over maken. Ik wil specifiek een van mijn kijkers bedanken. MSN140 is de gebruikersnaam. Hij wees mij erop, of zij wees mij erop, dat dit toernooi gaande was. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het soms lastig vind om te achterhalen wie wanneer speelt. Vooral met de Nederlanders. Dus mochten jullie partijen hebben of toernooien weten waarin Nederlanders spelen. En dat jullie willen zien dat ik de analyses over maak. Laat het zeker weten in de reacties of stuur even een mailtje naar mijn mailadres. Of via Instagram, dat kan ook altijd. Afijn, met dat gezegd hebbende, laten we gaan kijken naar de partij. Eline Roemers speelde met de witte stukken. En Magdalt van Forest speelde daarmee dus met de zwarte stukken. We zien een Queen's Gambit op het bord. We zien paard F3, paard F6 en de set G3. En de set G3 wijst erop dat loper naar G2 gespeeld gaat worden. En dat betekent dat we een Catalan variant gaan zien. Wat houdt dat in? We zien paard E2 na loper B4. Pion pakt pion. En in plaats van dat wit de pion naar E3 verplaatst of naar E4 verplaatst om deze pion terug te winnen, speelt Eline Roemers de set loper naar G2. Daarmee geeft wit dus een pion aan zwart. Maar er is wel degelijk een compensatie voor die pion, want we zien dat als zwart deze pion wilt verdedigen, het daarmee de set B5 moet spelen om C4 te verdedigen, maar daarmee deze hele diagonaal openlaat, waar wit de loper heeft gepositioneerd. Het belooft dus een heel spannende, leuke partij te worden, waarin zwart een extra pion heeft en wit de sterke loper heeft op G2. We zien paard naar E5 om onder andere de diagonaal te openen richting deze toren. Zwart blokkeert dat met paard naar D5. We zien de set B3. Zwart slaat, wit slaat terug en zwart speelt de zet A4. Daarmee wordt de positie getransformeerd. Dat betekent onder andere dat de pionstructuur anders is geworden. We zien dat zwart deze twee pion heeft aan de damevleugel tegen deze pion van wit aan de damevleugel. De extra pion bevindt zich dus aan deze kant van het bord. En dat is ook de reden waarom veel van het spel zich gaat afspelen aan de damevleugel op het schaakbord. We zien loper D2, zwart slaat, wit slaat terug. En de set C6 wordt gespeeld in een poging om de positie te stabiliseren en deze diagonaal te sluiten. Maar het levert direct een nieuw doelwit op, namelijk deze pion. Het paard valt de pion al aan en de toren nu ook. We zien dame naar B6 om de pion te verdedigen. De toren naar B1 wordt gespeeld om de toren op dezelfde lijn te zetten als de dame. Meestal een positioneel goed idee in vele posities. We zien toren naar A7. En we zien de set H4, een best wel opvallende set, want een heel groot gedeelte van het spel, wat ik al zei, speelt zich af aan deze kant van het bord. Omdat eigenlijk beide speelsters een zwakheid hebben in de positie, of in ieder geval zwart heeft een zwakheid. Maar dat is ook een sterkte, omdat het een extra pion is. Ik hoop dat dat duidelijk is, maar daar probeert Eline Roemers haar focus op te richten, op die zwakke pion op het veld C6. En wit heeft ook deze pion die misschien iets zwakker is, maar voor nu valt het nog wel mee. Maar in ieder geval een groot gedeelte van het spel bevindt zich dus aan de damevleugel. Maar met deze set H4 geeft Eline Roemers aan dat wellicht in de toekomst wit ook wilt gaan kijken naar een manier om een aanval te beginnen aan deze kant van het bord. Het is niet heel moeilijk in te beelden dat met de dame en het paard je een snelle aanval kan beginnen. Afijn, Magdalt van Forest die zegt oké. Dat kan zo zijn, maar ik ga gewoon door met mijn spel aan de damevleugel. De set A4 wordt gespeeld om het paard aan te vallen. Paard naar C5 wordt gespeeld. Dame naar A5. En nu is de vraag, wil Eline Roemers voor een eindspel gaan door de dames te ruilen? Of een veredeld middenspel, omdat heel veel stukken nog wel op het bord zijn. Maar de dames zijn natuurlijk de belangrijkste aanvallende stukken. Omdat wit minder materiaal heeft en graag de dame wil gebruiken in de aanval, gebeurt dat niet. De dames worden op het bord gelaten. We zien toren naar C7 om indirect, of eigenlijk preventief alvast, deze pion te verdedigen. Want er zijn nu al 3 aanvallers en slechts 2 verdedigers. Als wit paard op C5 bijvoorbeeld terughaalt, wat gebeurt in de partij, dan is er dus heel veel druk op deze pion. Maar wit kan niet direct slaan. Als je hier slaat met het paard, kan zwart simpelweg slaan en de dame ruilen.
op deze manier. Dat is geen goed idee. Omdat wit hier de toren kan slaan. En zwart daarmee met meer materiaal overblijft in de positie. Als de toren en de dames zouden zijn omgewisseld, was het misschien een ander verhaal geweest. Maar voor nu hoeft zwart zich nog niet heel veel druk te maken om de pion. We zien dame naar c5, toren naar c8, pion naar e4 om dit sterke paard weg te jagen van dit veld. Paard naar f6, paard naar c4, een hele mooie tactische zet in zekere zin, want je vangt de dame aan. Je kijkt naar deze twee mooie velden waar het paard in de toekomst naartoe kan. En zwart kan niet slaan, want hier kan wit de dame winnen en twee paarden winnen voor een dame. Dat is geen goed idee, dus de dame moet terug. Paard naar d5, sorry, d6 wordt dus inderdaad gespeeld. We zien toren naar d8. En het paard wordt gestabiliseerd met de zet e5 om het paard uiteraard te verdedigen. En wat we zien is hier de zet paard naar e8. En dit is interessant, want zwart valt hiermee natuurlijk dit paard aan. Maar dit paard is wel heel passief op dit veld. Heeft alleen een verdedigende taak op de achterste rij. En vandaar dat we zien dat wit simpelweg het paard terughaalt. Dit is best wel interessant, zo'n manoeuvre met het paard. Niet de laatste die we in deze partij gaan zien. Maar omdat het paard op e4 nog steeds kijkt naar dit veld. En ook naar dit veld een klein beetje, maar vooral het veld op d5. Kan zwart eigenlijk dit paard niet echt verplaatsen. Dat kan nu sowieso niet, want deze twee velden zijn allebei geblokkeerd. Maar in de toekomst, als zwart het paard zou verplaatsen, dan kan wit simpelweg weer naar voren springen. Het is wel zo, ook belangrijk in de positie, dat wit nu zelf een zwakke pion heeft op d4, die geïsoleerd is, kan niet verdedigd worden door een pion naast zich. En zwart kan daar druk op zetten door middel van de toren en wellicht de dame. We zien de zet toren naar b4 om de pion te verdedigen. Paard naar c7 wordt gespeeld. Dat geeft wit wel dus de mogelijkheid om paard naar het veld d6 te spelen. In plaats daarvan zien we dame naar c2. We zien paard naar d5, toren naar c1 en paard naar b6, waardoor zwart dus een aanval lanceert op deze zwakke pion. Maar wat ik al zei, omdat het paard zich niet meer bevindt op het veld e8, kan het paard weer naar voren om de aanval ook te blokkeren en het paard op een mooi veld te positioneren. We zien paard naar c8, eenzelfde idee als het paard op e8, om dit paard te ruilen of wellicht zelfs een pion te kunnen winnen. We zien paard naar c5, in dit geval overigens kan het paard dus niet terug, omdat zwart dan de pion wint. Dus wit moet actief spelen. Paard naar c5 wordt gespeeld. Valt de loper aan, valt de dame aan. De dame die gaat naar het veld a7. En we zien hier dat wit besluit te ruilen. De reden daarvoor is dat je wilt voorkomen simpelweg dat zwart hier kan slaan. En dat je zelfs een pion verliest. Als je een paard terughaalt, heeft wit nog steeds het probleem dat deze pion heel erg zwak is en geslagen kan worden. De computer geeft aan dat er compensatie is met onder andere paard naar g5 om voor die aanval te gaan aan de koningvleugel. Maar het is best wel lastig om simpelweg een pion op te geven voor een aanval die niet een concrete manier heeft om te winnen. Dus het g6 blokkeert de aanval, maar positioneel is dit nog steeds best wel goed. Onder andere omdat dan het paard naar g4 kan en gebruik kan maken van dit f6 veld overigens. Maar dat even terzijde, want het gebeurt ook niet in de partij, want wit besluit te ruilen en daarmee dus de pion simpelweg te veiligstellen. Daar komt het op neer. En waar ik jullie op wil duiden in deze positie, is de activiteit van de stukken. Zwart heeft nog steeds die extra pion. Maar als we kijken naar de positie van alle stukken, dan zien we dat de stukken van wit zoveel beter zijn gepositioneerd dan die van zwart. De dame is actief, zowel met de druk zet op deze pion als op deze pion. De loper is daarmee ook actief. Dit paard is goed gepositioneerd. De torens zijn relatief goed gepositioneerd. En kijk bijvoorbeeld naar de loper, die ingesloten is door de eigen pionnen. De torens zijn niet geplaatst op half open of open velden. Dit paard staat nog op het beginveld. De dame op A7 is afzijdig. Dus wit heeft voldoende compensatie om die extra pion voor zwart, om daar een tegenwicht aan te geven. We zien paard naar D7, paard naar E4. We zien nog steeds wel dat wit één grote zwakheid heeft. Dat is namelijk deze pion op het veld D4. Maar wit besluit dat die zwakheid er eigenlijk niet heel veel toe doet. Want, waar ik het eerder over had, wit speelde de zet H4 voor een mogelijke aanval aan de koningvleugel. Dat gebeurt nu. Dame naar G5 wordt gespeeld. We zien dame terug naar C8. We zien nog steeds dat zwart heel veel moeite heeft met de stukken goed, om de stukken goed te positioneren. We zien paard naar C5. De zet H6 wordt gespeeld. Dame naar H5.
loper. Nou, dus ze achter hem toch een poging te wagen de loper actiever te maken. Maar let op, ondanks dat deze drie pionnen de loper blokkeren, doet deze pion precies hetzelfde. Dus in feite heeft deze loper geen enkele manier om in het spel betrokken te worden. We zien zet g4, wit gaat voor de aanval, geeft dan maar je pion op. Maar wat ik al zei, dat maakt niet meer uit, want de aanval, het plan van wit is om de koning van zwart schaakmat te zetten. We zien de zet paard naar d7. Wit slaat hier deze pion, een sacrifice van het paard. Maar dit is niet de juiste zet. Het is zo dat dit heel gevaarlijk eruit ziet, omdat het paard, de pion en de dame betrokken zijn in de aanval, vol voor die schaakmat gaan. Maar blijkbaar in deze positie heeft zwart deze zet. Paard pakt e5. Het doel daarvan is dat nadat wit hier slaat en daarmee vol voor die aanval gaat en dit paard aanvalt, dat zwart eindelijk de loper actief kan maken door dit paard te slaan. De dame kan dit paard slaan en het lijkt super gevaarlijk. Je toren wordt aangevallen. Wit gaat voor een schaakmat. Hoe is dit te verdedigen? Toren naar g4 is de beslissende zet om alles te verdedigen. Maar zelfs in deze positie ziet het er nog steeds heel gevaarlijk uit. Onder andere heeft wit nog steeds mogelijkheden in de toekomst op de schaakmat. Deze pion is enorm zwak. Dus het is lastig om voor deze positie te gaan. Of om dat überhaupt te zien in eerste instantie. En vandaar dat we een andere zet zien op het bord. g6 wordt gespeeld. De dame wordt aangevallen. Maar wit wint deze pion. En ondanks dat zwart dit paard nu slaat, is de aanval van wit te gevaarlijk. Ik heb even gemarkeerd. Ik zal even de pijlen en de kleuren weghalen. Ik zal het nog opnieuw laten zien. Dat de stukken van zwart zo matig zijn gepositioneerd. Het ironische in zekere zin is dat de stukken elkaar in de weg staan. Je wilt heel graag dat deze toren deze lijn verdedigt. Dat gebeurt niet omdat het paard in de weg staat. Je wilt heel graag dat de dame deze lijn verdedigt. Dat kan niet omdat de loper in de weg staat. Je wilt überhaupt dat deze loper actief kan worden. Maar alle stukken staan in de weg. En deze toren kan bijvoorbeeld ook niet teruggehaald worden in de verdediging. We zien dame pakt g6. Wit heeft op zijn minst een remise, een repetitie met dame naar a6. Dame naar g5. Of sorry, g6. Maar dat gebeurt niet. We zien toren naar f3. Zwart probeert op deze manier een pion te winnen en ook te verdedigen. Maar het mag niet baten. In deze positie geeft Machteld van Forest op. Bijvoorbeeld lijn die leidt tot schaakmat is toren naar f7. Dit veld is gecontroleerd, maar dit veld niet. En dit veld kan ook niet verdedigd worden. Op geen enkele manier kan zwart deze schaakmat voorkomen. En daarmee wint Eline Roebers. Het is een hele mooie partij in ronde 2 van dit toernooi. Ik ga zeker meer analyses maken van dit toernooi. Dus mocht je dat willen zien, vergeet zeker niet te abonneren. Ik zie jullie graag de volgende keer.